rijker liggen stoeien als het malle moot. Jeetje, Mina. Zet dus een handdoek en ja, het is als het ware touwtrek. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik kom toch maar vandaag retour. Het is vandaag zondag en ja, ik heb er twee staan, maar het is 1 maart. Ja, ik was toch eerder wakker dan ik verwacht had. Ik heb altijd een eeuwige hoofdpijn als ik wakker word, dus ik moet er eerst wat aan doen voordat ik eruit kom. En ik heb met Rijker liggen stoeien als het malle moot. Jeetje, Mina. Zet dus een handdoek en ja, het is als het ware touwtrekken. Zij het de ene kant, ik de andere kant. Maar ze krijgt nou toch echt wel kracht in de biologie hoor. In de kleine lijfje van haar. Maar ja, dat hebben we ook even gedaan. Nou ja, dat is gewoon even heerlijk met het beest bezig zijn. Ze is nou buiten. Eén loopt hier rond te zeuren. Kandolf is buiten. En die waren met z'n tweeën Rijken. En Kandolf waren met z'n tweeën net ook aan het stoeien buiten. Dus ja. Is allemaal leuk en aardig. En ik dacht, ja, ik kan niet alles vloggen, want dat is door het raam en dan zitten ze met z'n tweeën op tafel. Nou, dat wil ik Rijka dus nog afleren, want dat wil ik niet. Ik wil geen hond op tafel. Mijn man die heeft het Kandolf dan geleerd, omdat mijn man die zat dan altijd op tafel even een checkje te roken. En dan kwam Kandolf naast hem te zitten en dan begon die Kandolf te aaien. En maar daarvoor kreeg hij ook een pootje. Dat leerde mijn man hem, om een pootje te geven. En dat doet hij nog steeds, want dan wil hij geaaid worden. Dan hou je je hand weer voor zijn kopje en dan ziet hij dat. Dan legt hij je pootje erop en dan moet je weer doorraaien. Nou, zo leuk. Maar ik moet geen hond op tafel, dan wil ik hier niet in huis. En in huis mogen ook de katten niet op tafel. Het gebeurt wel eens, maar dan krijgen ze van, dan krijgen ze even op een zodemieter wegwezen. Want het is zo makkelijk hè, van het aardig op de tafel over te stappen. Maar dat wil ik gewoon niet hebben. Maar oké, het is prachtig mooi weer. Ik ga even een bakje koffie doen en de beesten even verwennen. En dan ga ik met Rijka lopen. Ik zal even de koop proberen aan de lader doen. Dan kan die eventjes laden doen. Kom gewoon weer om. En waar ik naartoe lopen ga, weet ik niet. Nee, sowieso eerst langs de gracht. Want het beest moet pissen en poepen natuurlijk. Moet andersom. Wat is er? Wat is er? Dit was de camera. De GoPro. En doen we hem gewoon weer uit en dan kan hij laden. Zo. Nou. Dan zet ik hem gewoon weer daar neer. Kan hij mooi daarop staan. Ja. Dan moet hij wel. Oh ja. Dan zegt hij, geeft hij eraan dat hij vol is, hè? Oh, wat een dom ding. Dan gaat hij weer aan en dan knippert hij weer. Ja, hij gaat iedere keer aan, dat is ook zo lastig. Maar hij moet gewoon knipperen blijven. Dat mag wel. Ja, nou knippert hij. Mooi. Hebben we dat ook weer voor elkaar? Dus, nou, telefoon is vol, allemaal goed en wel. Hé, jij nou meisje. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie mooie, geweldige, zonovervolle zondag. Alleen het waait wel hard en het is ook koud. Want dat hoor ik buiten al iemand zeggen van, oh wat is het koud niet. Dus ja, goed warm aankleden, dan komen we er wel doorheen. Ja toch? Ja. Ze zeggen geniet van de natuur en alles wat er omheen is. Geniet van de kleine dingen. Ja, want het, voordat je het weet, heb je dat niet meer. Nee. Want dan, nou ja, dan hebben we mooiere dingen. Nog veel mooier dan hier op aarde. Ja, dan zitten we in de hemelse paradijs. Maar zover zijn wij nog niet. Nee, dus geniet van de kleinste dingen die je om je heen ziet. Zoals een madeliefje, van boterbloempje of wat dan ook.
Heerlijk, de natuur in, zalig. Maar ja, dat kan ik lopend nog niet doen. Nee, dat zal ik ook nooit kunnen doen, dat is mij te ver. Dus dan pak ik de booster van de zomer weer voor. En dan ga ik met Rijk en lekker weer de donkere duinen in en even de natuur in. En dan nemen we jullie natuurlijk ook uiteraard weer mee. Maar dat is dan en niet nu. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En dat ga ik ook doen. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas aan de Kopro herkomen. En deze neem ik ook gewoon mee voor het geval dat. Is er geen geval van dat, gebruik ik hem dus ook niet. En mijn mobiel ligt daar ook klaar. Ik heb een stappenteller, maar ik heb ook die erop. Ik hoop dat die stappensteller het doet. Dat is van mijn mobiel, die hoort er eigenlijk bij. Ik moet denk ik het Rijka nog eventjes aan haar tuigje doen en dan gaan we de hort op. Dus ik wens jullie veel te zien met wat jullie doen gaan, maar ook met wat wij gaan doen. Wat we gaan doen is een verrassing, want ik weet het zelf niet. Komt goed. Doei doei! Thank you.
Thank you.
vrienden, we zijn weer thuis en nou, net 10 minuten, kwartiertje. Hooguit 20 minuten, of langer ook niet. En wat een wind, hoe waar. En we zijn back af, zo'n ik dacht van bijna 2 of net 2 kilometer gelopen, zoiets. Dat, maar ook tegen wind iedere keer. En, maar het was, dacht ik, wel even leuk. Of niet dan, over de oude Rijkswerf, CQ Cape Holland. En ik hoop dat jullie van deze wandeling hebben genoten samen met Rijka. En Rijka die is moe, die ligt op de kussentje nou, op de bank. En ik ben ook moe, maar dat is lichamelijk. Ik ga zometeen deze camera leeghalen, behalve van vandaag nog niet, want het is nog niet klaar, denk ik. Nee toch? Maar ja, in ieder geval, ik haal de boel eraf verder en dan kan ik ook weer eventjes weer een vlog in elkaar zetten. Ik heb een bak koffie en ik heb mezelf maar even een wijntje erbij ingeschonkeld. Dat heb ik wel verdiend, dacht ik zo. En even televisie kijken. En Kamel, die zit daar op de vensterbank. En Ewin, weet ik niet, ik denk achter de bank. Ja, zal wel. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie. Hoe laat is het? Namiddag. En voor straks smakelijk eten. En bon appetit. En we spreken elkaar later weer. Zeggen tot dan. Doei doei!